Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Welkom bij een nieuwe podcast voor de Bewustzijnsschool. Mijn naam is Dina Perla Poortner. Goed om jullie weer bij te hebben. Vorige keer sprak ik over corporate spiritualiteit en wat dat inhoudt. Vandaag ga ik het hebben over purpose. We worden ermee doodgegooid van alle kanten. We horen iedereen over purpose spreken. Purpose, wat is het? Wat is de onzin daarvan? En wat is mooi om mee te nemen? Daar gaan we het over hebben en over feminine power, dus vrouwelijkheid in wat wij doen. Nou, even een korte introductie voor degenen die mij nog niet kennen en die de vorige podcast ook niet gehoord hebben. Ik geef les in A Course in Miracles, een cursus der wonderen, onder andere via de Bewustzijnsschool. En ik weet ook veel over de Kabbalah in de afgelopen jaren, zo'n beetje sinds 2012, heb ik veel aan zelfstudie gedaan en heel veel spirituele en psychologische werken en meesters met elkaar vergeleken en doorgenomen. En dat ben ik allemaal aan het inzetten voor iets voor de wereld. Dus als transformatiecoach coach ik ook mensen om te helpen als het gaat over persoonlijke groei en wensen en levensfases, dat soort zaken. Dus dat is wat ik doe. Ik geef ook veel workshops, ik lees veel en ik bestudeer veel, ik schrijf veel en spreek over wat ik zoal tegenkom, maar ook over mijn eigen levensgeschiedenis en familiegeschiedenis. En ondertussen ben ik ook bezig met een derde boek. De eerste twee boeken die ik heb geschreven. Het eerste boek is Exodus uit de Vuurtoren. En dat is een autobiografie. En het tweede boek is Levende Sierlijkheid. Een gids om aan jezelf te werken. Gebaseerd op de Kabbalah. En het is een methode van 30.000 woorden. En zodra je begint met lezen, keer je naar binnen. Goed. Purpose. We horen het overal. Ook vanuit ons werkleven. Wat we doen, moeten we met purpose doen. En we moeten iets doen wat zin heeft. Wat ons ook voldoening geeft. En niet alleen de keiharde cijfers najagen. Winst maken. En hebzucht blind najagen. Nou, dat is een beetje wat we zo al overal horen. Het klinkt ook vrij oppervlakkig zoals ik het nu breng en dat doe ik natuurlijk ook bewust. Want purpose heeft iets, zoals dat met alle modeverschijnselen wel gaat, het heeft iets op dit moment wat mij behoorlijk irriteert in onze discussie, laat ik het zo zeggen, rondom dit idee. Er is heel veel zin en onzin wat hierover verteld wordt. En dat is eigenlijk wat ik met deze podcast probeer te gaan onderzoeken. En dat doe ik ook een beetje aan de hand van de principes van A Course in Miracles. Want echte purpose heeft niks te maken met ik moet iets doen en dat is het. En dat is waar ik voor geboren ben. Dat is mijn missie. Dat kan natuurlijk wel zo zijn, in grote lijnen. Bijvoorbeeld als ik over mijzelf spreek, dan weet ik dat ik moet schrijven en spreken. Dat zit er heel diep in en wat ik ook doe, dat blijft er ook diep in zitten. Maar purpose heeft juist alles te maken met controle loslaten. En dat is behoorlijk moeilijk voor een hoop mensen. Op het moment dat mensen tegen zichzelf aanlopen, bijvoorbeeld een burn-out krijgen en niet helemaal meer tevreden zijn met bepaalde zaken, dan komen dit soort gedachtes naar boven. Ja, maar waarvoor ben ik hier? Wat zou ik moeten doen? Wat is mijn passie? Dat is er ook zo eentje die je heel vaak hoort. Je passie achterna gaan. Maar purpose heeft te maken met connectie. Met het in het hier en nu te zijn. Met creatie. En juist eigenlijk met het loslaten van willpower. Deels in ieder geval. Het gaat erom
dat je jezelf in het hier en nu openstelt, dienstbaar opstelt. En committeert aan hoe kan ik het beste bijdragen? Hoe kan ik mijn verhaal loslaten? Want dat vormt toch wel vaak, zie je bij heel veel mensen, een barricade. Er wordt ook wel gesproken over een soort van innerlijke glass ceiling. Hè? Je zet jezelf eigenlijk schrap en vanuit je verhaal heb je een bepaalde filter. En zo kijk je naar de wereld en ook naar wat je wel of niet kunt bijdragen. Bijvoorbeeld in het werkleven. En ook hoe je antwoordt, reageert op situaties die je van dag tot dag tegenkomt. Daarin kun je ook echt een filter opzetten vanuit je verhaal, je menselijke verhaal, je 3D-ervaring in deze wereld. En het gaat juist om vertrouwen in jezelf, vertrouwen in het geheel, vertrouwen in elkaar. Als je het hebt over wat lijden precies inhoudt en waar lijden vaak vandaan komt, dan heeft dat in zo'n transitiefase vaak te maken met het feit dat je niet de juiste personen om je heen hebt die jou kunnen voeden. Zeker spiritueel gezien. Die je kunnen supporten. Echte power partners. Mensen die je verder kunnen brengen. Een ander iets is dat je lijdt omdat je iets najaagt wat eigenlijk helemaal niet bij jou hoort. En dat is ook wel lastig om te weten wat nou precies bij jou hoort en wat je nou eigenlijk in het leven zou moeten doen of zou willen doen. Als je ontzettend gehecht bent aan hetgene wat je vooropgesteld hebt en wat je zou willen, ja, dan leid je veel. Want dan heb je ook wel een fixed idee van dat zou het moeten zijn. En de verwachtingen die je hebt, die liggen in lijn met hetgene wat je voor ogen hebt. Je hebt daar ook bepaalde oordelen over. En je kijkt ook naar bepaalde zaken vanuit die filter. En iets anders wat ook behoorlijk vaak tot lijden leidt, is intuïtie. En hoe moeilijk dit ook is, hoe raar dit ook klinkt, want je zou kunnen zeggen dat je intuïtie je juist naar het juiste pad leidt. Je de juiste beslissingen laat maken. Je van moment tot moment behoedt voor bepaalde zaken. Of als een soort van innerlijke kompas vanuit die innerlijke stem heel duidelijk laat weten wat goed voor jou is en voor de rest. En je intuïtie heeft het dus ook gewoon vaak niet verkeerd. Vaak weet je ook bijvoorbeeld iets vanuit je intuïtie wat misschien wel pas over 20 jaar gerealiseerd kan worden. En dat is heel moeilijk, want van je intuïtie ligt niet. Maar het zorgt wel voor heel veel lijden op het moment dat nu de tijd er niet voor is. Of dat je het niet kan krijgen. Of dat zaken toch anders lopen, want iedereen heeft een vrije wil. En iets kan goed zijn, zeker als je bijvoorbeeld in zo'n situatie afhankelijk bent van anderen om bijvoorbeeld met purpose in het leven te staan of om iets te realiseren of wat dan ook. Als je afhankelijk bent van anderen, maar die anderen kiezen toch op een bepaalde manier, niet in lijn met de intuïtie of met iedereen als geheel, met de wereld. Ja, dat kan. Dat is dus een vrije wil. En dat zorgt voor lijden. Want je bent niet gek. En je weet heus wel hoe dingen in elkaar zitten. En je weet ook dat het klopt. In je werkleven is het steeds schipperen tussen de richting die je voor jezelf hebt gekozen en die je ook diep van binnen krijgt. En hetgene waar je geen grip op hebt in het hier en nu. En laveren tussen eigenlijk de richting van waar ga ik nou precies heen en het loslaten van controle. En daarbij is het, en zeker op het moment dat je toch wel diep in jezelf gaat graven en bijvoorbeeld bij burn-outs gaat kijken van wat zou ik echt willen met mijn leven en hoe zit het echt met purpose.
Daarbij heb je wel altijd de invloed om je omgeving uit te breiden. De mensen om je heen. Om relaties te kiezen die jou verder brengen. Waar groei in zit. Die je prikkelen, die je verder brengen in de wijze waarop je in de wereld staat. Die je helpen bij de doorbraak van verschillende barrières. En dat is eigenlijk wat wij hier doen. Lessen, leren, van moment tot moment leven in het hier en nu. En als je op zo'n manier gaat leven, en ook in het werkleven, dan zie je dat purpose helemaal niets te maken heeft met ambitie en met een missie en met dit moet het zijn. Nee, purpose zit in alles wat wij zijn en doen. Hoe wij leven. Hoe wij van dag tot dag bestaan. Dat is purpose. Dat kan op moment X kan het zijn dat je een dieptegesprek hebt met een vriendin. En net datgene geeft wat haar een extra duwtje in de rug geeft. Of moment Y, dat je iemand op een bepaalde manier kan zien vanuit, laten we zeggen, de meest perfecte zijn van die persoon. Vanuit liefde. En van diep, vanuit daar met compassie kan handelen. Of begripvol kan zijn. En het kan zijn dat je een tijdje bijvoorbeeld hele harde sales moet gaan kiezen. Omdat dat je verder gaat brengen met dingen die je daarnaast wil gaan ontplooien. En in die sales dat je toch het stukje spirit meeneemt. In deze tijd heeft purpose met alles te maken. Het heeft te maken met hoe stel ik mij dienstbaar op en waaraan kan ik bijdragen. Van moment tot moment. Meer is purpose dus helemaal niet. Dus er zijn een hoop mensen die ook ontzettend gestrest raken over het feit dat zij geen grote levenswerken hebben en niet weten wat ze precies willen. En dat ze nou van baan X naar baan Y gaan en dan denken ze, ja, maar ik zou toch veel meer moeten willen. Purpose is een staat van zijn. En nee, voor de een is het heel duidelijk en is het zo dat hij of zij weet dat hij later arts wil worden. En dat dat het helemaal is. Voor de ander is het, hoe ga ik in binnen de kaders die ik heb, hoe ga ik zijn? Hoe ga ik iets bijdragen? En wat vooral wordt er op die manier geopend bij mijzelf en bij anderen? Want iedereen die we tegenkomen, met iedereen hebben we iets. We zijn allemaal docenten en we zijn allemaal leerlingen. En natuurlijk is het ook zo dat we af en toe de kracht moeten vinden om te vragen naar wat wij nodig hebben. Dat is iets waar we eigenlijk vaak met z'n allen in de wereld, en dat zie je in alles, ook wel echt in falen. En vragen naar iets wat je nodig hebt, betekent dat je intiem kunt zijn met de natuur van het leven. Met de eigenschappen van het leven. Met de cosmic order van dingen. Dat je in lijn kunt leven met de krachten die om je heen zijn. En als het ware jezelf steeds meer vanuit een cocon naar een vlinderpositie weet te bewegen. En dat vraagt om nadenken vanuit het hart. Iets wat heel anders is dan nadenken vanuit het brein, vanuit onze geest, vanuit onze gedachtes. En onze gedachtes zorgen altijd voor bepaalde vormen of bepaalde realisaties of dat soort dingen. Dus wat dat betreft kun je zeggen dat dingen zoals The Law of Attraction of The Secret of dat soort zaken zeker wel krachtig is. In de manifestatie zit behoorlijk veel.
En toch is dat heel anders dan leven vanuit in het hier en nu en je dienstbaar opstellen en het loslaten. Spirit heeft te maken met vasthouden aan hoop, licht. En ook letterlijk niet alleen licht als in wat je kunt noemen het licht, de zon, de warmte, maar ook licht kunnen leven, flexibel. En in ieder moment power behouden of juist uit handen geven of juist teruggrijpen naar je power. En dat is eigenlijk de beweging die je maakt. Dat is purpose. Gratievol met zaken omgaan en ook voelen van is dit sierlijk voor mij? Is dit sierlijk leven? Of zuigt het eigenlijk alle energie, levenskracht die ik heb? En een andere is ook, voel ik angst? Of heb ik gewoon lol in hetgene wat ik doe? Heb ik plezier? Voel ik liefde? Voel ik genegenheid? En daarin zijn het echt keuzes die je voor jezelf maakt. Per keuze. Maar als je keuzes maakt en ook met het vrije, met je vrije wil, weet nog altijd dat je onderdeel bent van het geheel. En dat betekent dat als iets niet goed voor je is, dat je jezelf in de maling neemt. En iets wat niet goed voor je is, is vaak ook niet goed voor het geheel. We spreken over betrayal. He, dus als je voelt dat je jezelf in de steek laat, dat je jezelf verraadt, dan weet je dat er iets niet aan goed is. Bij keuzes en wat juist is voor jou en wat het juiste pad is, gaat het om jezelf dus niet verraden, maar trouw zijn aan jezelf en trouw zijn aan die stem. En respect hebben voor jezelf. Maar vooral gaat het erom dat je alles geeft wat je hebt. En als je iets wil, dat je er echt voor gaat. Maar dat je niet gehecht bent aan wat er uitkomt en hoe het zal gaan. Laat het dus allemaal gaan. En de resultaten en wat er uitkomt, wat purpose dan precies voor jou inhoudt, dat volgt vanzelf. En komen we even terug naar A Course in Miracles. Wat is een miracle? Wat is een wonder? Simpel uitgelegd is het een shift van het lichaam naar spirit. Maar ook dat de regels en de zaken die vastgesteld zijn in de wereld, dus de kosmische regels, hetgene dat niet helemaal door ons beïnvloed kan worden, lijkt het dat dat juist voor jou wordt aangepast. Als je merkt dat dat gebeurt en dat er iets gebeurt, een shift waarbij eigenlijk iets wat zo onwaarschijnlijk was, uitkomt en dat er puur alchemie ontstaat, dan weet je, dat is een wonder. Dat is purpose. Als je dat mag meemaken, en dat kan iets heel kleins zijn of iets gigantisch groot, dan weet je dat je het juiste hebt mogen ervaren. En ook iets waar je heel dankbaar voor mag zijn als dat voorkomt. Wat ik je mee zou willen geven. Alles wat ik zojuist verteld heb in deze podcast klinkt behoorlijk als een open deur. Het klinkt eenvoudig. En het klinkt ook logisch. Een staat van zijn, hè, daar is het, dat is purpose, daar hebben we het over gehad. Ik zou je willen vragen om een meditatie te gaan doen van 20 minuten. Waarbij je dit alles laat bezinken en tot je in laat werken. En ga eens luisteren, diep van binnen. En ga eens onderzoeken waarin
denk je wel dat je iets doet met purpose, dat je iets voor jezelf hebt gedefinieerd, maar wat het toch niet helemaal is, of welke richting heb je gekozen en welke richtingen kloppen er in dit verband? Hè? Wat is goed voor jou? En hoe hou jij nog heel erg vast aan controle, aan datgene wat je eigenlijk zou willen eruit willen halen? Wat is hetgene wat jou nog remt? Ga daar eens maar over nadenken. Dus eigenlijk een soort van zin en onzin van purpose, maar dan binnen jezelf. Wat heb je tot nu toe gemaakt met je levensverhaal? En hoe zit dat nou? En wat erop komt, alles is goed. Alleen wees voorzichtig met de gedachtes die je krijgt. En het voelen, het weten, denken vanuit de kern van jezelf. Vanuit je ziel, je innerlijke mens, je hart. Dat stuk. Als je dat verschil weet te maken, dan kom je ergens heel diep bij een oneindig stuk. En wat je dan krijgt, dat is ook precies waar je staat. Heel veel succes ermee. En wij spreken elkaar weer met een volgende podcast. Tot dan. Dag.